Jammer genoeg wil ik deze video graag beginnen met een kleine waarschuwing. Kijk, normaal gesproken ben ik al niet echt de gozer met de allerbeste gameplay. Maar als ik games speel die velen van jullie vroeger helemaal grijs hebben gespeeld en ik niet, dan voel ik toch net wat meer die ogen in mijn rug branden. Iedereen reageren dat ik slecht ben, terwijl ik let helemaal niet op de game. Ik ben gewoon leuke feitjes aan het vertellen. In ieder geval, met die waarschuwing duiken we er volle bak in. Vandaag spelen wij de beste game ooit en wat matige aftreksels. Welkom bij Subway Motherfucking Servers. Ik wilde net eventjes uitzoeken wanneer deze game is uitgekomen. Dat was in 2012, maar iets interessanter, 23 mei 2012. Oftewel morgen, precies morgen, bestaat Subway Servers 10 jaar. Ik geloof dat de allereerste keer dat ik deze game speelde was via mijn nichtje. Ik was bij mijn opa en oma. Mijn nichtje was toen nog redelijk jong. Echt zo'n leeftijd van je geeft je kind een iPad en ze maken vrij weinig geluid. Chick zat gewoon de hele dag lang Subway Surfers te spelen op de bank. Op een gegeven moment denk ik, nou, ze is 6 of zo, boeien. Hier met die iPad, ik ga het wel eventjes doen. En dan toch heel jammer erachter komen dat iemand die de hele dag Subway Surfers speelt, diens highscore verbreken. Dat is nog best wel pittig. Op een gegeven moment creëer je een soort van episch reflex of zo, waardoor deze game spelen gewoon zowaar volledig op de automatische piloot gaat. Misschien valt het je op, ik speel deze game op de computer. Dat geeft me één klein voordeel. Ik hoef namelijk niet te swipen. Daardoor kan ik dit soort lijpe dingen doen. Ik kan veel sneller van links en rechts wisselen, wat het in principe ietsje makkelijker zou moeten maken. Ik kan even een klein linkje in de beschrijving zetten voor als mensen misschien ook gewoon even op de PC de game willen spelen. Je kan hem ook op je mobiel spelen. Game is motherfucking gratis. Wat ik alleen een klein beetje jammer vind aan deze game is als je game overgaat, als je keihard geschept wordt door een fucking trein. Wat dan gebeurt is dat je bent natuurlijk game over, maar je kan dan vaak een ad kijken en dan kan je nog door. En ik vind dat daardoor mensen hun highscores een beetje hun waarde verliezen. Van, oh, je had zoveel 1000 punten. Oh, hoeveel fucking reclames heb je gekeken, toch? Ik vind dat fucking lame. Je kan niet echt meer lekker je score eiken. Voor mij kun je ook gewoon extra levens kopen en dat soort bullshit. Ik vind dat een klein beetje jammer. De game zou simpeler moeten zijn. Dood is dood. Net zoals in het echte leven. Wanneer je een fucking trein kopt. Het is gewoon een keer klaar, oké? Er moeten gewoon limieten zijn. Dus dat is een klein beetje jammer. Voor de rest is het plan van deze video om één potje te doen van deze game. Zodra ik dood ben, wissel ik naar een andere game. Er zijn namelijk zo gigantisch veel rip-offs van Subway Surfers. Zo fucking veel games die gewoon precies dit kopiëren. Maar dan een flink stuk lelijker. Het leek me leuk om voor deze video ook een klein beetje dat soort games te bekijken. Alhoewel, misschien ga ik zo meteen echt wel dood. Misschien kom ik niet heel ver in dit level. Dan wil ik misschien nog wel even een tweede poging of zo. Als je trouwens afvraagt waarom de game er zo raar uitziet. Ze doen momenteel een soort hele coole Around the World editions. Waardoor je iedere week in een ander land bent. Eigenlijk wilde ik al een paar dagen eerder opnemen. Dan waren we in Marrakesh. In principe is het precies dezelfde game. Alleen als je nu gepakt wordt door die politieagent. Dan ga je een stuk langer de bak in. Of ze hakken je hoofd eraf. En je kan Ali B tegenkomen. Dat zijn een beetje de voordelen van Marrakesh. Momenteel doen we Subway Surfers Tokyo. In principe is het leuk iets om iedere week een klein beetje terug te komen of zo. Maakt er in ieder geval niet uit. Laten we gauw doorgaan naar de feitjes. Eerste feitje is niet echt een feitje, maar meer iets wat mij opviel in het normale mensenleven. Er stond namelijk laatst iemand aan de deur van Kika. Die verkocht loten voor een soort loterij. Dan steunt natuurlijk Kika tegen kanker en zo. En je kon zelfs leuke prijzen winnen. Want ja, geld geven aan het goede doel, dat is niet leuk genoeg. Er moet ook wat voor mij in zitten of zo, weet je wel. Dus die gozer zei van, wil je een lot kopen? En ik dacht, nou ja, in principe, geld geven aan het goede doel vind ik wel mooi. Zullen we een ad kijken? Zullen we een ad kijken? Ik ging één potje doen. We kunnen gewoon. Ik heb nog 5 sleutels blijkbaar. Wauw. Kutsysteem, joh. Jezus Christus. Wordt het tenminste nog een beetje spannend. Ik ben ook veel te druk bezig met mijn verhaal, joh. In ieder geval, die gozer zei, wil je één lot kopen? En dan steun je dus Kika. Hartstikke mooi. Ik zo, nou, is goed. Wat kost... Oh, kut, ik wou je magneet, man. Wat kost één lot? En die gozer kijkt me strak in de ogen aan en zegt, nou, meneer Broers, dat is dan 150 euro. Ik denk, wat? 150 euro voor één lot? En hij lacht en hij zegt, nee. 12,50. En dat vind ik zo geniaal. Het idee van eerst een hele hoge prijs noemen, waardoor je zoiets hebt van, what the fuck, bizar. Laat maar zitten. Waardoor ik meteen afhaak en dan opeens nou, ik zou niet echt een laag bedrag noemen, voor geld geven aan de deur. Meestal als mensen met een collectebus komen, geef je 1 of 2 euro of zo, toch? Tenminste, dat doe ik. Dus ja, in één keer is 12,50 een soort logisch bedrag. Terwijl meestal als mensen aan de deur van mij 12,50 willen, is het enige wat ze van me kunnen krijgen, de tering. Dus
Ik vond het best interessant hoe dat werkt. Hoe je dus een heel klein psychologisch trucje kan gebruiken om iets goedkoop te laten lijken. En daarover gesproken, de afgelopen tijd wordt er heel veel gepraat natuurlijk over inflatie. Ik heb eerder wel eens een beetje gepraat over shrinkflation, oftewel in het Nederlands krimpflatie. Houdt in dat een product even duur blijft, maar je krijgt minder product. Ik zag laatst al een soort Koopmans bakmix die ging van 500 gram naar 400 gram. Dan lijkt het alsof dingen niet duurder worden. Kan een Koopmans bakmix mooi 1,50 blijven, maar schaal je toch een beetje de winst omhoog. Ik druk er voor mijn gevoel echt op springen. Dit is gewoon een klein beetje raar. Ik dump wel weer lekker 2 sleutels erin, joh. Tuurlijk. Hoe werkt dit? Hè? Ik Subway Surf niet genoeg voor deze troep. Oké, ik ga dit doen. Ik weet niet eens wat ik aan het doen met momenteel. Ik wil gewoon doorspelen, alsjeblieft. 500 coins. Nou. In ieder geval... Oh, dit was hem wel. Oké. Nee, dat was heel jammer. Maar wees niet getreurd. Ik ben terug met Skate Hooligans. Ik vind het zo bizar hoe er zoveel games zijn, echt tientallen, die bijna een exacte kopie zijn van Subway Surfers. Weet je, de hele stijl, de politieagent, alles is hetzelfde, alleen nu heb je auto's. Ik snap ook niet, wat is de markt hiervoor? Gewoon mensen die per ongeluk de verkeerde game downloaden ofzo? Want Subway Surfers is al gratis. Toch? Maakt niet uit, weet je wat, we gaan lekker verder over mijn favoriete onderwerp, krimpflatie. En dan voornamelijk het allergrootste slachtoffer van krimpflatie, namelijk ijsjes. Ik weet dat ik vroeger kleiner was en dat de ijsjes vast relatief gezien aan mijn lichaam groter lijken. Maar Magnums en Cornetto's zijn zo gigantisch erg gekrompen, ik weet het zeker. Iemand moet eventjes bij zijn opa en oma, waar ze al 20 jaar niet meer geweest zijn, in de vriezer kijken, daar een Cornetto en een Magnum uithalen, zodat ik concreet bewijs heb dat ik gelijk heb. Maar die dingen zijn zo gigantisch klein geworden. Toen had ik het een klein beetje over met iemand op Reddit en die zei, ja, dan moet je B-merk Cornetto's kopen. Zei iemand anders, ja, maar kijk, die B-merk Cornetto's, die hebben geen knapperige koek. En dat is juist zo lekker, die knapperige koek. Zei iemand anders, nee. De knapperigheid van de koek hangt niet af van het merk ijsje, maar de manier van transport. Logischerwijs, als een deel van het ijs smelt, dan komt dat gesmolten ijs tegen de koek aan die het ijs opzuigt. Waarna de koek zijn knapperigheid verliest. Oftewel, Cornetto's en de B-merk Cornetto's kunnen allebei niet knapperig zijn als er iets is misgegaan bij het transport. Maar de meeste bedrijven hebben daar een heel klein trucje voor. Namelijk, chocolade op de koek. Ja, daar heb je nog niet over nagedacht, hè? Je ziet het best wel vaak dat Cornetto's zo'n klein chocoladerandje hebben aan de bovenkant van de koek. Ik vind dat chocoladerandje altijd erg lekker. Maar dit is voornamelijk een industrieel nut. Namelijk dat je minder die knapperigheid verliest, aangezien de chocolade werkt als een klein beschermingslaagje. Nou, ja, dat dus. Voor de rest heb ik nog een paar leuke dingen over voedsel. Ik heb namelijk laatst geleerd dat je kan dingen natuurlijk pasteuriseren, dat wist ik. Dus dat je ervoor zorgt dat er geen bacteriën en zo meer in zitten, waardoor het heel lang houdbaar is. Dat doe je meestal met temperatuur. Meestal kook je iets, dan gaan alle dingen dood en dan kun je het heel lang bewaren. Denk aan een soepie of zo. Die kook je gewoon van tevoren al eventjes, is die lekker lang houdbaar. Maar bij sommige voorwerpen is het een klein beetje onhandig, aangezien warmte gaat meestal van buiten naar binnen. En sommige dingen, als je ze warm maakt, verliezen ze gewoon een hoop smaak. Wat je dus ook kan doen, is je kan het ook pasteuriseren, alle dingen doodmaken, door middel van druk. Heel veel druk. Gewoon keihard persen. Zo hard persen dat alle cellen van alle bacteriën gewoon uit elkaar spatten. En dat doen ze dus onder andere bij guacamole. Guacamole wordt gemaakt door er gewoon een paar duizend bar druk op te zetten. Waardoor de guacamole heel mooi aangereden wordt door een fucking bus. Ik wil graag wel verder spelen. Maar de kans dat het niet werkt is ook wel echt heel erg aanwezig. Want dit soort websites zijn echt hoeren buggy. Wordt toch een klein beetje een probleem als ik echt om de 3 minuten van game moet wisselen. Maar dat is wel het geval. Ik zie je bij de volgende. Hallo gamers en welkom bij Temple Run 2. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb vroeger daadwerkelijk heel veel Temple Run gespeeld. Ik weet niet of die skills zich ook volledig vertalen naar Temple Run 2. Ik vraag me ook af, is het een echte Temple Run 2? Want voor mijn gevoel is het lelijker dan Temple Run 1. Misschien is dit gewoon iemand die een soort namaak heeft gemaakt, maar vervolgens wel het copyright van de originele game schendt. Aangezien blijkbaar klagen mensen elkaar sowieso
sowieso niet echt aan in deze branche, aangezien er zoveel Subway Surfers namaak zijn. Ik heb geen idee of het een officiële game is, maar het leek me wel leuk om hem nu eventjes een klein beetje te spelen. Misschien wel leuk in thema, ik heb een klein feitje over Tarzan. Jij wel, die gozer die een beetje lianen slingert in zijn onderbroek. Nou, in Disneyland hebben ze best wel vaak acteurs die in pakken zitten van de Disney-personages. Oh, dit is wel vet. Je kan ook echt sturen op die lianen en zo. Nou ja, liaan. Touw, whatever. In ieder geval, in Disneyland heb je natuurlijk een heleboel acteurs die ja, rondlopen als Goofy, Mickey. Ik ben zelf de foto geweest met Buzz en met Stitch toen ik er was. Nou, dat is wel eventjes heel erg wild. En vroeger hadden ze ook een acteur voor Tarzan. Maar daar is Disney mee gestopt, omdat mensen bleven maar in de kont van Tarzan knijpen. Eigenlijk is het gewoon een soort, ja... aanranding. Alleen is het dan bij mannen, waardoor mensen vaker denken dat oh, is wel leuk of zo, weet je. Als er een soort vrouwelijke Tarzan was, ja, Jane is niet echt naakt. En die zou je in de kont knijpen, is het heel ongepast. Maar oh, dit is een man, die mag je wel in zijn kont knijpen. Ik had hetzelfde een beetje gezien dat je hebt Gaston, dat is die hele knappe ego-tripper uit Belle & Beast. Die loopt soms ook rond in Disney. En die wordt dus ook best wel vaak soort van ongepast aangeraakt door vrouwen die dan aan zijn borst gaan zitten en zo. En je ziet ook echt dat die gozer daar heel erg ongemakkelijk van wordt. En dat sommige vrouwen niet echt snappen dat ze iets verkeerd doen of zo. Van, maar dat is toch een Gaston, mag toch gewoon aan zijn tieten zitten. Een interessant dingetje in ieder geval. Een ander interessant dingetje. Handbal en Sri Lanka. Ik las laatst iets over een hele interessante handbalwedstrijd. Dat was Duitsland-Sri Lanka. De wedstrijd vond plaats in Duitsland. En het probleem was een beetje dat het team uit Sri Lanka, ik wil niet haten of zo, weet je. Ze waren echt heel erg slecht. Als in, ze leken de regels van handbal niet te begrijpen. Niveau slecht. En toen, de volgende dag in hun hotelkamers, waren ze letterlijk, een beetje zoals de Avatar, verdwenen. Wat ze gedaan hebben, is ze hebben gebruik gemaakt van deze kans tot een handbalwedstrijd tegen Duitsland om naar Duitsland gevlogen te worden. Hotelkamertje betaald, alles. Vervolgens peren ze hem en hoppakee, je bent in één keer weg uit Sri Lanka. Het idee was waarschijnlijk dat ze vervolgens gevlucht zijn naar Frankrijk en daar gewoon een leven opgebouwd hebben, een baan hebben gekregen, alles gewoon succesvol geïntegreerd. Het zullen waarschijnlijk al wel slimme gasten zijn, ik bedoel... Het is wel een slim idee. Een lang verhaal kort. Als je toevallig binnenkort moet handballen tegen Sri Lanka, wees een klein beetje sceptisch of ze niet toevallig gewoon hun land willen ontvluchten. Nee, ik vind als je zo erg je best doet, dan verdien je het ook. En sowieso, iedereen zou moeten gaan en staan waar ze willen. Alleen ja, als iedereen deze kant op komt, wordt het ook een klein beetje een puinhoop. Dat besef ik natuurlijk zelf ook wel. Een ander leuk dingetje, of nou ja, alles behalve eigenlijk. De vorige XL Gameplay had ik gepraat over een hele lijpe vliegtuigcrash. Die ontstond omdat er een krokodil was ontsnapt uit iemands handbagage. Een raar verhaal. Ik heb me een klein beetje verdiept in andere bizarre vliegtuigcrashes. En toen kwam ik er eentje tegen waar de piloot zijn kinderen het vliegtuig liep besturen. Dat klinkt als een heel erg slecht idee. Viel in principe nog mee. Het vliegtuig stond namelijk gewoon de automatische piloot. Dus er kan vrij weinig fout gaan. Dus meer, ik zet mijn zoon van 12 eventjes daar in die cockpit. Zet hem even dat petje op, weet je wel. Ziet er leuk uit. In principe niet heel veel aan de hand. Ah, kut. Oh, ik leef nog. Oké, dat is heel erg fijn. Oh. En nu niet meer. Oh, hè? Nee, je kan dit blijkbaar gewoon heel vaak doen of zo. De dood telt niet echt hier. Nee, je moet vooral goed dubbel tikken. Anders buigt hij eerst naar het midden toe. In ieder geval had zijn zoon laten sturen. Het probleem was, die zoon had per ongeluk met zijn elleboog de automatische piloot uitgezet. Wat moet ik hier doen? Bukken? Ja, oké. Had per ongeluk de automatische piloot uitgezet. En daar kwam de daadwerkelijke piloot van het vliegtuig veel te laat achter. En toen zijn ze met volle vaart in een fucking berg gevlogen. Gewoon echt compleet passagiersvliegtuig. Gewoon alle inzittenden zeer, maar dan ook zeer dood. Gewoon echt bizar hoe dit soort dingen gebeuren. Dit zijn echt de voornaamste manieren waarop wij ongeveer nog vliegtuigcrashes krijgen. Je kind laten vliegen die vervolgens de automatische fucking piloot uitzet. Een ander gevalletje wat ik gelezen had, was een bruiloft in Toscane. Hadden de bruid en bruidegom het zeer romantische idee. Dat normaal gesproken gooi je natuurlijk vaak bloemen. Hartstikke leuk. En degene die vangt, die gaat dan als volgende trouwen of zo. Leuk. Zij dachten, wij gaan een beetje extra doen. Wat nou als die bloemen gegooid worden vanuit een klein vliegtuigje? Nou, ik weet niet of je die film kent, Three Weddings and a Funeral. Nou, dat is wel een beetje wat hier gebeurde, aangezien de bloemen werden uit het vliegtuig gegooid. Belanden volgens meteen in de motor van datzelfde vliegtuig. Waarna dat vliegtuig in één keer, ja, neerstort. Het is niet het meest vredige idee om te hebben bij een bruiloft. Ik mag er wel meteen bij zeggen, ik geloof de bloemen doe je aan het einde van de ceremonie. Dus
In principe ben je wel nog steeds getrouwd. Dat is dan een heel klein beetje licht in de duisternis of zo. Ja, het is een fucked up verhaal. Misschien is het ook een beetje raar dat je op zo'n manier bespreekt. Hangt er een beetje vanaf hoe lang geleden het was. Dat verhaal van die krokodil was in 2008 geloof ik trouwens. Ik dacht dat het heel lang geleden was. Dat een vliegtuig neerstort omdat een krokodil ontsnapt uit de handbagage. Nee, dat viel dus eigenlijk wel mee. Voor de rest, wat speelt er al in mijn leven? Het is een beetje een warrige video, omdat ik heel veel random feitjes door elkaar gooi. Het helpt vooral dat ik bij de gameplay niet heel veel te melden heb ofzo. Deze game is wel een beetje glitchy. Ik had verwacht dat ik al eerder dood zou gaan, maar dit is eigenlijk wel een beetje gunstig ofzo. Misschien dat sommige mensen juist de feitjes saai vinden en gewoon doorskippen naar de volgende game. Wel benieuwd of die mensen er zijn. Dat mag ook gewoon, daar is ook gewoon een markt voor. In principe is het wel een solide highscore. Bedenk me opeens dat ik over mijn highscore heen mijn facecam heb staan. Dus daar zien jullie dan weer verrassend weinig van. Het is ook iets minder prikkels hoor dan Subway Surfers. Je hebt iets minder dingen om naar te kijken ofzo. Bij Subway Surfers vaak een beetje kut is dat er op een gegeven moment zoveel treinen zijn dat je ook gewoon slecht ziet wat er aan zit te komen. Want er zitten allemaal treinen voor je bakkes. Dat heb je hier een stuk minder. Dus in dat opzicht heeft dat wel een groot voordeel. Je hebt toch iets meer overzicht van wat er allemaal gaat komen. Ja, dit is heel lullig. Ik ging dus net iets te snel naar rechts. Waardoor ik hier van die rails afviel. Wauw. Wat een lullige manier om dood te gaan. Door naar de volgende game. Net zat ik nogal te twijfelen. Is dit nou een temple run game of niet? Nou, hier hoef ik een stuk minder te twijfelen. Welkom bij Tomb Runner. Het idee van deze game is exact hetzelfde, maar je lijkt nu iets meer op Indiana Jones. En ik moet zeggen, de levels zien er in principe nog best oké uit. Het enige onhandige is dat die balk nu eventjes een klein beetje raar staat. Kijk eens aan, heb het gefixt voor je. Verder wil ik een klein beetje praten over een iets wat mysterieuze ziekte. Namelijk de ziekte van Nobel. Het schijnt zo te zijn dat mensen die een Nobelprijs ontvangen vaak later in hun leven pseudo-wetenschappelijke theorieën gaan aanhangen. Dingen die nooit echt wetenschappelijk bewezen zijn, waar die Nobelprijswinnaars heel hard in geloven. Je zou zeggen dat het misschien is omdat als je een Nobelprijs wint, dan voel je je echt wel de slimste wetenschapper ooit. Waardoor je misschien het idee hebt dat jij autoriteit hebt op een ander vakgebied in de wetenschap waar je helemaal niks van weet. Dan ben je net zoals dat wappies denken dat ze expert zijn op het gebied van virologie en alles weten over hoe virussen werken. Een beetje net zoiets, maar dan met Nobelprijswinnaars. Mensen die een Nobelprijs hebben in de ene tak van de biologie en opeens denken dat ze ook vast heel veel weten over een andere tak van de biologie. Bijvoorbeeld Watson, van Watson en Crick, die heeft de Nobelprijs gewonnen voor het ontdekken van de structuur van DNA. Best een belangrijke prijs. Later in zijn leven had hij allemaal wetenschappelijke theorieën over dat mensen met een donkere huidskleur agressiever zijn en verkrachters zijn, want dat heeft iets te maken met het feit dat ze meer pigment hebben. En daar zou dat probleem dan vandaan komen. Ik zie een klein probleem. Iedere keer als ik het pijltje naar beneden druk, dan scrollt hij. Klein nadeel van deze shit op zo'n website spelen. Ik kan de game ook niet echt lekker pauzeren. Er zit een pauzeknop, maar die glijdt ook langzamerhand uit het scherm. Nou, dat zal de meeste kijkers van deze video allemaal vrij weinig boeien. In ieder geval, er is één heel interessant voorbeeld van deze Nobelziekte. Die is namelijk heel snel geïnfecteerd. Nog nooit had iemand zo snel, zo weinig tijd, eigenlijk tussen het winnen van de Nobelprijs en het aanhangen van lijpe wetenschappelijke theorieën. En dat was de Nederlander Nicolaas Tinberg. Had ook een Nobelprijs voor de biologie. En tijdens zijn ontvangstspeech van die Nobelprijs vertelde hij over een theorie waar hij heel erg fan van was, maar nul bewijs van was. De koelkastmoedertheorie. En de koelkastmoedertheorie zegt dat autisme ontstaat bij kinderen als ze, terwijl ze baby zijn, te weinig liefde en aandacht krijgen van de moeder. Dat is een poging tot ons verklaren waarom autisme bestaat. Is helemaal niks van waar. Maar dat moest hij wel eventjes zeggen tijdens zijn ontvangstspeech. Nee, ik denk dat er echt wel een kern van waarheid in zit. Dat sommige mensen op een gegeven moment gewoon heel erg denken dat ze een autoriteit zijn. Ben je net zoals bekende Nederlanders bij talkshows of zo, die gewoon te vaak komen. Op een gegeven moment heb je gewoon het gevoel alsof iedereen jouw mening wil horen. En op een gegeven moment krijg je denk ik gewoon het idee dat jij gewoon heel slim bent. En het vast beter weet dan anderen of zo. Een ander interessant voorbeeld blijf ik altijd vinden, Steve Jobs. Die was altijd al een beetje lijp hoor, maar tegen het einde van zijn leven, hij had kanker. Weigerde hij eigenlijk de standaard behandelingen van kanker, want hij had een of andere sapkuur of zo en dat zou allemaal veel beter werken. Dat is uiteindelijk wel een beetje zijn downfall geweest. Juist die arrogantie, denken dat je het beter weet. Ja, als je een succesvol persoon bent, heb je dat misschien wat sneller of zo, want alle dingen gaan zo goed. Je zal het allemaal wel goed weten. Wat ik in ieder geval niet zo goed weet, is dat op deze manier je video maken heel veel tijd kost, want je moet iedere keer de games vinden en zo. Op deze manier een video maken van een uur is echt een heel slecht idee. Maar wel leuk om naar te kijken. Welkom bij weer al
een super spannend spelletje. Dit is Subway Princess Run. Wat een beetje verwarrend is, aangezien er zit geen metro in deze game. De game werkt ook ietsje anders, het perspectief is andersom. Wat ik persoonlijk gewoon heel irritant vind, want je ziet dingen totaal niet aankomen. En in plaats van dat je normaal dingen moet ontwijken, moet je hier dus juist zoveel mogelijk dingen raken. Anders komen de boze katten te dichtbij. Oh! Ik vind het persoonlijk heel moeilijk. Ik heb een paar potjes gespeeld, maar meestal ben je echt binnen 1 minuut dood. Omdat je gewoon veel te weinig reactietijd hebt. Juist bij die andere games dat werk een beetje vooruit kan kijken. Wat wel heel tof is, in het main menu kun je andere outfits aandoen. Holy shit! Ik heb al 800 munten. Ik kan gewoon deze skin kopen waar ze, als ik het weg kan doen, verrassend weinig kleren aan heeft. Woehoe! Je kan je wel voorstellen. Ik ben er wel zojuist achter gekomen dat de kledingstukken voor mij redelijk eenmalig zijn. Want de game is gecrashed en ik moet hem weer opnieuw kopen en al mijn munten zijn weg. Dus dan moeten we gaan voor, ja, deze outfit of zo. Ze zeggen dat de game ook moeilijker wordt. Aangezien nu hebben de katten nog meer motivatie om te rennen. Aangezien ik er zo gigantisch strak uitzie in dat lekkere pakkie. In ieder geval, afgelopen week kreeg ik een redelijk interessante DM. Of nou, interessant. Het begon heel standaard. Mijn vriendje is jarig. Wat is dit? Een ad tijdens het spelen. Ik ben oké met ads en dit soort dingen. Maar dan doe de ad als ik dood ben. Wat is dit nou weer dan? Nou ja zeg. Bizar. Bi-fucking-zar. In ieder geval, ik kreeg een DM met: yo, mijn vriendje is binnenkort jarig. Zou jij voor hem misschien een videoboodschap of zo kunnen inspreken? Hij is heel erg fan van. Ik vind het altijd heel lief als mensen dat doen. Maar ik heb echt een teringhekel. Echt een teringhekel aan videoboodschap. Het voelt gewoon zo gigantisch onoprecht. Dus zelfs tegen betaling zeg ik eigenlijk altijd nee tegen videoboodschap. Maar het voelt gewoon zo fake. Helemaal geen zin om de hele tijd bezig te zijn met dat soort dingen. Stoppen iets wat in mijn agenda staat. Als je een felicitatie wil, moet je maar gewoon naar me toe komen en zeggen dat je jarig bent. Of meld je even in de chat. Ja, wel heel erg jammer dit. Wel een goede hoeveelheid coins verzameld. Ik wil nog wel een paar coins erbij. Dan kunnen we toch nog een keer die ene sexy outfit kopen. In ieder geval, ik zeg altijd nee tegen videoboodschappen. Toen zei ze, kan je anders? What the fucking tering. Oprecht de slechtste game tot nu toe. Kan je anders tegen betaling op zijn verjaardag komen? Dat vond ik wel grappig. Dus ja, waarschijnlijk doen we een heel klein bedrag. Iets symbolisch. 5 euro of zo. Ga ik gewoon naar deze guy's verjaardag. Hij was redelijk in de buurt. Het idee is dan waarschijnlijk ook dat we niks zeggen. Ik kan me voorstellen dat het alleen maar heel ongemakkelijk wordt. Maar ik probeer mezelf een beetje in nieuwe situaties te werpen. Toch gisteren moest ik... Ik had gisteren de reunie van de middelbare school. Ik moest helemaal naar huis lopen vanaf het station. Want Billy was hier ook aan het biertje stikken. Dus die kon niet rijden. Ik wilde graag wel bier gaan tikken daar. Want je betaalde 36 euro voor onbeperkt drank. Dus ik was redelijk tappie een uur lang van het station naar huis aan het lopen. En ik hoor in één keer in de verte een geluid wat ik redelijk goed ken. Namelijk het geluid... Oh, hij is vastgelopen. Geluid van een tank lachgas. Hebben we genoeg geld ondertussen al? Ja. Die. Hoppa. En nog een keer. Allerlaatste keer. Ik hoor het geluid van een tank lachgas. Dus ik ben gewoon die kant op gelopen. Hey mannen, hoe gaat het ermee? Er waren een paar gasties van 16, 17. Ik denk, ik ga gewoon even met ze chillen. Maar ze waren vooral heel erg paranoïde. Ze dachten dat ik een politieagent was. Zo zie ik er ook echt uit natuurlijk. Met mijn overhemdje en mijn lange jas. Ze waren een beetje paranoïde dat ik in hun eigen woorden scoto was. En toen ben ik er maar weer vandoor gegaan. Dus ook wel weer een situatie waar je, ja, mogelijk gestoken kan worden. En in ieder geval jezelf in, ja, nieuwe situaties hebt. Misschien moet ik mezelf gewoon een keer laten pakken door die beesten. Nee, het is echt niet te doen. Je hebt echt supersnelle reflexen nodig om die borden te ontwijken. Wat een poepzooi. Eindelijk is het zover. De beste game van allemaal. Subway Egyptian 3D. Mijn voornaamste kritiekpunt is alleen wel een beetje dat ik het Egyptian thema redelijk mis. Ik ben zelf nooit in Egypte geweest, maar ik had het mij persoonlijk minder paars voorgesteld. En met meer piramides. Verder is deze game gewoon speelbaar op de computer. Maar alsnog moet je met de muis daadwerkelijk die swipies gaan doen. Wat het gewoon een klein stukje moeilijker maakt. Voor de rest ziet de game er fucking lelijk uit. Mogen deze game nou daadwerkelijk een beetje zo'n Egypte thema hebben. Zou ik het daadwerkelijk wel leuk gevonden hebben. Maar ja, dat mis je dan toch weer een heel klein beetje. Verder wil ik nog een klein beetje terugkomen op het onderwerpje van net. Namelijk dat ik naar het verjaardagsfeestje ga. Ik hoop nu dat de 3 kijkers die allemaal een vriendin hebben. Zeer paranoïde zijn dat ik binnenkort op hun... Oh, kijk. We kunnen denk ik daadwerkelijk naar Egypte toe.
We moeten alleen fucking teleporteren. Oké, dit is best geinig gedaan. Mits we daadwerkelijk naar Egypte toe kunnen. Nee, ik zou het heel grappig vinden als een hele hoop mensen nu heel paranoïde zijn. Dat ik op hun verjaardag kom. Dan zou ik even bij een vriendin checken van... Hey, je hebt toch niet Rick van Serpent Gameplay gevraagd om op een verjaardag te komen? Ik bedoel, ik ben sowieso niet echt fan van hem. Ik kijk die shit meer om hem uit te lachen. En ja, ik wil die gast ook niet op mijn verjaardag. En ook niet dat hij achteraf gaat zeggen hoe ongemakkelijk het allemaal niet was. Dat je vriendin dan zegt, nee, knipoog, knipoog. En dat je dan je hele verjaardag paranoïde bent of ik niet misschien langskom. Dat zou ik wel heel interessant vinden. Want als ik hier niet dat ding pak, dan blijf ik gewoon lekker hier. Ik wil wel graag naar Egypte toe eigenlijk, maar dat laat nog een klein beetje op zich wachten. Voor de rest voelt het voor mij een klein beetje alsof ik gewoon uitgenodigd ben als een soort clown daar. Dus ja, het gaat voor beide partijen heel interessant worden. Verder leek het me wel leuk om een klein beetje te praten over Hello Kitty. Ik heb namelijk afgelopen week geleerd over de geschiedenis van Hello Kitty. Het bedrijf daarachter produceerde namelijk voornamelijk tassen. En op een gegeven moment gingen zij tassen maken met een paar soort schattige personages erop. En toen viel het ze op dat de tassen met de schattige personages veel beter verkochten dan de tassen zonder schattige personages. Waaruit zij de conclusie hadden, schattige personages, goed, meer schattige personages. Dat is compleet de tering in geëscaleerd en dat is geëindigd in wat wij vandaag de dag kennen als het hele grote copyrightmerk Hello Kitty. En ze maken geloof ik ook nog steeds tassen en ik ben dood. Ja, het is ook beter zo. Ik wil ook niet per se doorspelen. Het is mooi geweest. Business Central Consultants. Ads by Google. Ja toch? Hartstikke mooi spul. Kijk die meid rennen dan. Hebben we nog andere coole personages of zo? Nee, alleen deze ene chick. Perfect. Welkom bij Subway Princess Runner. Ook deze game lijkt weer gigantisch op Subway servers, maar ze heeft geen skateboard. Oh, toch wel. Maar het grootste deel van de tijd rent ze, oké? En dat siert haar. Verder is dit een game voor op de computer, maar het is zo duidelijk een mobiele game. Ik kan niet eens spelen met de pijltjes toetsen. Ik moet de hele tijd fucking swipen. En zowel links als rechts is er gigantisch veel niets. Wat gewoon echt heel erg lelijk is. Verder wil ik dit deel van de video eventjes een klein beetje het opnemen voor een persoon die al zoveel geschaad is op het internet. Een figuur die het zo zwaar te voortduren krijgt dat het enige wat hij wil is liefde. Man met vis. Jullie weten het wel op Tinder. Vrouwen zijn zo aan het haten op mannen die een profielfoto hebben van zichzelf met een fucking grote snoek. Tegen die mannen wil ik zeggen, lekker bezig pik. Gewoon lekker aan het genieten van je hobby. Het is gewoon een foto waarop zo'n jongen gewoon daadwerkelijk heel blij is. Hij doet iets waar je heel erg van houdt en dat lukt. Hij is succesvol, er is blijdschap. Hoezo vinden vrouwen dat cringe? Moeten we voortaan ook iedere keer als een vrouw zo'n foto deelt, ze zwanger is, zo'n bolle buik reageren? Oh, cringe, cliché. Dit heb ik eerder gezien op het internet, vrouw met bolle buik. Tinder profielfoto's van dames die een cocktailtje drinken op het terras. Fucking cringe, ik heb dit eerder gezien. Man met vis heeft gewoon daadwerkelijk een hobby en hij is daar trots op. Er is niks aantrekkelijker dan dat. Ik heb het vaker gezegd, maar heel veel jongens vinden paardenmeisjes cringe. Weet je wat ik cringe vind? Geen hobby hebben. Dus paardenmeisjes, lekker bezig. Oh, hey. Teleportatie-elementen, echt heel vet. Waarom heeft de normale Subway Surfers dat niet? Ik denk dat dit soort games toch een paar dingen aanboren die de normale Subway Surfers niet hebben. Waarvan ik denk, nou, daar zou je daadwerkelijk nog iets van kunnen leren ofzo. Dat teleportatie-element om een beetje, nou, wat frisheid erin te gooien. Vooral nu je zo'n Subway Surfers around the world hebt. Met Marrakesh en Tokio. Zou het niet leuk zijn als je juist, misschien doen ze dat op het einde wel hoor. Dat je juist teleporteert door al die werelden heen. Dat ze op een gegeven moment echt 50 landen gedaan hebben. En dat je dan in één potje zo door al die landen heen teleporteert. Dit ziet er ook gewoon heel cool uit. Het is heel satisfying. Ik hoef niet per se wat te doen ofzo. Dat was precies, oh, oké. Oh, dan was er van kleine verrassingselementen en zo. Nee, ik ben oprecht wel fan van deze eigenlijk. Ik vind het best wel leuk wat ze hier aan het neerzetten zijn. Ja, ik vind het hartstikke tof. Ik zou zeggen, lekker bezig. Waar ze niet lekker bezig zijn, dat zijn de affiliate marketing Instagram accounts. Of nou ja, eigenlijk zijn ze wel lekker bezig, maar ik vind het gewoon heel erg kut. Er zijn van die Instagram accounts die posten alleen maar stories of reels of whatever van die filmpjes van bepaalde producten die ze verkopen op websites die heel erg handig zijn. Dan zeggen ze, Amazon verkoopt deze superhandige knoflookpers. Link in bio. Ik vind het vooral kut, omdat het zo slim is. En ik weiger het zelf te doen. Het enige wat zij dus doen, is ze maken hele korte filmpjes over handige producten. Een beetje telcel type beat. Koop dit product waarvan je niet wist dat je het nodig had. En als je het koopt via hun link, dat is een zogeheten affiliate link. Wat inhoudt dat als iemand iets koopt via hun link, krijgen zij, nou,
2-3% of zo. Dat lijkt niet heel veel, maar als je een groot account hebt en via jou kopen duizenden mensen dat product, dan gaat het echt wel om gigantisch veel geld, hoor. Ik heb toevallig afgelopen week een deal gehad waar ik echt wel een beetje mijn kop over gebroken heb. Voor een crypto-platform. Ja, we moeten even langs deze ad. Een website waar je bitcoin en zo kan kopen. En het idee was dat als ik kijkers aanraadde om daar hun cryptootje te kopen, iedere keer dat jij bitcoin zou kopen, zou ik 3% van dat bedrag krijgen. Dus stel, iemand besluit eventjes 1000 euro aan bitcoin te kopen, krijgt ome Rickert 30 euro. Stel je voor dat sommige mensen daadwerkelijk flink verslaafd raken aan al hun spaargeld in crypto stoppen. Krijg ik gewoon over die ene persoon misschien wel een paar duizend euro. En dat over al je kijkers. En sowieso zat er nog een leuk vast prijsje aan vast van, nou, 5 tot 10.000 euro. En dat allemaal voor één video. Maar ik heb het niet gedaan. Ik voel me gewoon niet comfortabel bij heel veel geld verdienen door jullie aan te raden ergens in te investeren waarvan ik zelf zoiets heb van, ik weet niet of ik daar nou momenteel in zou investeren. Sommige kijkers zeiden, je moet het wel gewoon doen. In principe zou je dat kunnen aankondigen in de zin van, yo, als je dan toch al je geld in crypto wil stoppen, doe het op deze website. Ze hebben zoveel munten, die bliedi, die bla, die bla. Het was wel echt een hele grote, bekende website. Ik wil niet per se de naam noemen. Ik vind het altijd niet heel netjes als een bewust een samenwerking niet doe om dan dat bedrijf onder de bus te gooien. Maar laten we wel zeggen dat het ongeveer een van de allergrootste websites is waar je crypto kan kopen en niet een willekeurige scam website. Ook best wel cool. Ze hebben een soort freerunning of zo toegevoegd aan deze. Ja, in principe switch ik om de dev. Maar ik vond het wel eventjes fijn om nog een heel klein beetje door te gaan. En voor de rest wil ik in deze video een heel klein dingetje gooien. Wat ja, voor jullie misschien, ik weet niet of jullie dit interessant vinden. Ik vind het best wel cool. Het gaat over een hele interessante eenheid. Namelijk de Hubble Burn eenheid. Wat het doet is het combineert iets heel groots. Namelijk de totale lengte van ons momenteel zichtbare deel van het universum. Ja. De hele lengte van ons huidige universum. Het wordt natuurlijk groter, groter, groter. Maar er is een deel wat wij daadwerkelijk kunnen zien. Het licht wat dan bij ons komt. De observable universe. De complete lengte van het zichtbare universum. Vermenigvuldigd met het oppervlak van één enkel atoom. Juist iets gigantisch kleins. Als je daar een soort buis van zou maken. Dus zeg maar, de dikte van de buis is één enkel atoom. En de lengte van de buis is het hele universum. Dan is het volume van die buis 13,7 liter. Ik vind het gewoon heel grappig hoe iets extreem kleins en iets extreem langs samenkomen in een hoeveelheid die op ons gewoon weer, ja, redelijk logisch overkomt. Ik heb een redelijk goed beeld bij 13,7 liter. Ja, ja, ja. Dus dat vond ik best wel interessant. En nu we het toch over liters hebben, kunnen we meteen door naar het volgende feitje. Ik had namelijk deze video nog een aantal dingen over voedsel en hoe je moet bewaren naast de guacamole en cornetto's. Ik had namelijk best wel veel gelezen over de ingewikkelde filosofische vraag. Waarom is verse sinaasappelsap zo fucking lekker? En waarom is sinaasappelsap uit zo'n pak, wat zeg maar ja, een jaar lang houdbaar is, waarom is dat niet lekker? Heeft voornamelijk te maken met, je raadt het al, de houdbaarheidsdatum. Het ding met sinaasappelsap is dat het niet heel lang houdbaar blijft. Dus als je dat wel wil, zodat je dit van die pakken kan verkopen, en dat je ook buiten het sinaasappelseizoen goed sinaasappels kan verkopen, moet je het dus pasteuriseren. Bij sinaasappelsap doen ze dat dus meestal wel via hitte, waardoor sinaasappelsap dus een heel groot deel van zijn smaak verliest. Vervolgens voegen ze die smaak weer opnieuw toe. Maar dat doen ze met een soort stoffen die ze weer uit sinaasappels halen. Want als jij kijkt bij zo'n pak sinaasappelsap, staat er vaak op de zijkant gewoon ingrediënten sinaasappel. En niet sinaasappel plus een heleboel lijpe E-nummers. Dus je zou zeggen dat het dan exact hetzelfde zou moeten zijn qua wat erin zit. Maar het is toch net een beetje anders. Je zou je kunnen afvragen, zou je sinaasappelsap misschien niet ook met druk kunnen pasteuriseren? Ik weet niet of dat zo werkt. Ik gok dat er sowieso ook geen zuurstof bij moet komen. Dus je moet alle zuurstof afvangen. Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Nee, ik ben ook geen sinaasappel-expert. Maar ik heb er gewoon nooit bij stilgestaan waarom sinaasappelsap uit een pak zoveel minder lekker is. Het is voornamelijk om het houdbaar te maken. Ja, nee, klinkt best logisch. Door naar de volgende game. Deze game geeft een nieuwe betekenis aan de uitspraak Run, Forest, Run. We spelen Forest Runner. In deze game moet je proberen een politieauto af te schudden in een bos. Zie je nou de politieauto daadwerkelijk springen? Dit is echt bizar. Nee? Als er een plek is waar je een politieauto misschien nog zou kunnen afschudden, dan is het denk ik in een bos. In ieder geval, ik wil graag nog eventjes praten over een interessante wetenschappelijke eenheid die ik laatst tegenkwam. Namelijk de Hawking Index. Vernoemd inderdaad naar bekend natuurkundige Stephen Hawking. Maar eerder naar zijn boek.
A Brief History of Time. Ik heb hem zelf ook in het Nederlands. Een korte geschiedenis van ruimte en tijd. Dit boek is wat ze noemen populair wetenschappelijk. Wat je probeert te doen is hele moeilijke wetenschap redelijk simpel uit te leggen. Een beetje... Ik heb het ook wel eens gehad dat ik een heel onderzoek moest schrijven. En dat ze zeiden, kun je onderzoek uitleggen in 150 woorden voor mensen die geen scheikunde hebben gestudeerd? Maak het eventjes populair wetenschappelijk. Ik maak een stofje wat ervoor zorgt dat dit andere stofje weer makkelijker gemaakt wordt. In principe is dat mijn hele tak van de scheikunde uitgelegd. Heterogene katalyse is een stofje die helpt bij het maken van andere stofjes met lagere temperaturen, beter voor het milieu. Yippie. In ieder geval, Stephen Hawking heeft dus een boek geschreven, A Brief History of Time. Een fantastische bestseller. Zoveel mensen, waaronder ik dus, hebben dat boek. Maar bijna niemand leest dat boek. Nee, fucking saai bro. Je denkt, oké, ik ga even wat leren van een van de beste natuurkundigen ooit. En op een gegeven moment ben je voor je gevoel toch gewoon een natuurkunde schoolboek aan het lezen. En dan haak je toch een beetje af ofzo. Naar schatting van alle mensen die dat boek lezen, komt de gemiddelde persoon 5% in dat boek. Voordat ze hem weer neerleggen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf er meer doorheen gebladerd heb. En überhaupt nooit echt lekker begonnen ben. Maar daar komt dus wel de Hawking Index vandaan. Dat is het uitdrukken in percentage hoe ver de gemiddelde lezer in een boek komt. En dan kun je dus vinden welk boek lezen de meeste mensen uit. En welk boek is juist een boek wat door heel veel mensen totaal niet gelezen wordt. In Nederland zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat de Boekenweekgeschenk. Ik was laatst boeken kopen voor vakantie. Kreeg ik opeens een gratis boek erbij. Het was blijkbaar Boekenweek. Je zou zeggen dat zo'n boek een reek laag heeft op de Hawking Index. Bijvoorbeeld ter voorbeeld. Ik kwam tegen 50 Shades of Grey, 25%. En een ander boek, The Goldfinch, 98%. Dat is dan wel weer bizar hoog. Hoe ze dit berekenen is, er zijn bepaalde programma's, dan kun je een soort quotes markeren in je boek. Van ik vind dit stukje tekst heel leuk. En die programma's gingen dat analyseren en dan kijken of de gemarkeerde quotes heel erg aan het begin van het boek zaten of aan het einde. Ervan uitgaan dat het hele boek consequent even goed is, zou je zeggen dat als veel mensen het boek uitlezen, dat je veel quotes gemarkeerd hebt aan het einde van het boek en aan het begin van het boek. En op die manier zou je dat dan kunnen berekenen. Terwijl als mensen alleen maar de eerste 3 zinnen markeren, dan zijn ze waarschijnlijk niet veel verder gekomen. Het is een beetje een klunky manier om het te doen, maar anders moet je mensen gaan vragen of ze de boeken hebben uitgelezen. En heel veel mensen liegen daarover. Heel veel mensen beweren 1984 gelezen te hebben, vooral in Brittannië. Heel veel mensen beweren hem gelezen te hebben. Wat is een classic, moet je gelezen hebben. Maar heel weinig mensen hebben het gedaan. Ik ben toevallig net bezig, maar ik moet wel zeggen dat ik alweer 2 weken er niet in gekeken heb. Dus misschien komen we een beetje uit op een 40% Hawking Index. We moeten even doorpakken en dat moeten we ook met de games. Dames en heren, welkom bij de zoveelste Pauper Tering Game. Eerlijk gezegd begin ik zelf een klein beetje er klaar mee te raken. Ik denk als ik hier dood ga, doen we gewoon lekker de rest van de video alleen maar Subway Surfers. Ik heb zoveel namaak shit gezien. Het voelt gewoon langzamerhand alsof ik een klein beetje gek aan het worden ben. Want mijn brein nodig heeft rust. Heel veel rust. Ik wil nog een klein beetje terugkomen op het crypto-verhaal van net. Er zijn namelijk wat gasties die een beetje hetzelfde doen, maar dan met aandelen. Er zijn van die gozers op TikTok en Instagram, die hebben dan profielen waar ze voornamelijk een heleboel tips geven. Van die dingen van, ja, als je iPhone-lader stuk is, dan kun je terug naar Apple en dan krijg je gratis een nieuwe. Of ja, deze koffie bij de Starbucks, daar heb je oneindig recht om die gratis te laten bijvullen. Bij de helft van die tips denk ik, voor mij is het helemaal niet waar. Misschien geldt het alleen in Amerika of zo. Ik weet niet waar je tips vandaan haalt of je zelf geprobeerd hebt voordat je ze doorspeelt, zeg maar. Toen ben je net zoals met die video's van die geheime McDonald's menus, toch? Ja, als je bij de McDonald's vraagt om een McGangbang, dan krijg je gewoon een soort Big Mac en een Quarter Pounder in één. Dat ik denk, nou, ik heb wel eens dat soort dingen geprobeerd. En meestal zeggen ze dan, wat? Als jij gewoon zegt, joh, ik wil dat je deze 2 burgers door elkaar flikker, zeggen ze waarschijnlijk ook nee. Zegt, je kan de 2 burgers loskopen en ze dan zelf in elkaar flansen, oude smeerpijp. En wat deze gozer doen is dus heel veel van dat soort matige tips geven. En de helft van de tijd zeggen ze, wil jij nou rijk worden? Wat jij moet doen is, je moet indexfondsen kopen. Dat houdt in dat je een heleboel aandelen tegelijk koopt. En als de economie dan omhoog gaat, word je rijk. Dus je moet die gewoon even kopen. Doe dat met de link in de beschrijving. En dan ga je dus natuurlijk naar een soort aandelenkoopplatform. En dat is natuurlijk via hun code, waardoor zij weer over alle aankopen die jij doet qua aandelen 1% krijgen. Oftewel, als je ook maar een paar mensen hebt die via jouw link die aandelen app installeren, en je gaat op een gegeven moment daadwerkelijk jouw hele leven aandelen kopen via die ene app, dan worden zij fucking rijk. En in principe, ik heb zelfs nog overwogen. Ik ben zelf begin dit jaar begonnen met aandelen kopen. Ik ben er best tevreden over. Het idee is dat als jij je spaargeld
sowieso de komende 20 jaar niet meer nodig gaat hebben, kan het best een goed idee zijn om dat deels in aandelen te stoppen. En dan het liefst ook in wat die gozer ook zegt van die aandelenpakketjes. Losse aandelen die kunnen omhoog of omlaag gaan. Heb ik zeker geweten met een aantal bedrijven. Ik had aandelen Philips gekocht en een dag later kwam er een heel ding dat ze een rechtszaak verloren hadden. Ik wist niet eens dat die rechtszaak gaande was, maar de aandelen gingen wel meteen 10% naar beneden. Dat weet ik in ieder geval wel. Het is best grappig dat ik soms ook een beetje het nieuws kon volgen via de beurs. Toen op een gegeven moment corona, dat er weer een nieuwe variant was. Ik opende 's morgens mijn aandelen-app en ik zie in één keer dat al mijn aandelen minder geld waard zijn. Ik denk, ik ga naar nu.nl. Ik zie in één keer een nieuwe coronamutatie. Gaat best wel lekker momenteel. Ik denk, godverdomme. Nou, wat die gasten in ieder geval doen, ik blijf het toch gevaarlijk vinden om mensen dat soort dingen aan te raden. Voor hetzelfde geld gaat de beurs naar beneden en gaat die nooit meer omhoog. Heb ik het weer gedaan, weet je wel. Ik vind het heel flauw om mensen te zeggen wat ze met hun spaargeld moeten doen en daarna te zeggen geen financieel advies. Terwijl het is letterlijk financieel advies. Gast, als jij zegt, stop al je spaargeld hierin, dan word jij rijk. Dit gaat sowieso omhoog. Ik vind het een beetje scummy. Aan de andere kant wel gratis geld. Dit is onhandig. Dit was niet zo praktisch. Revive met deze lekkere ad. Ik zal je de ad even laten zien, aangezien je bent natuurlijk zeer... Kijk eens aan. Ziet er allemaal heel ingewikkeld uit. Gaan we niks mee doen. Ik heb zojuist de hele 30 seconden ad afgekeken. En opeens vraag ik me af waarom ik ging een ander spel spelen. Dus boeien! Ik was even helemaal vergeten dat ik een ad aan het kijken was. Zodat ik verder kon met deze game. Dat is best wel een dingetje natuurlijk. Duurde gewoon zo lang die ad dat ik helemaal vergat wat mijn doel was in dit leven. Wat wil ik jullie ook weer nog meer vertellen? Afgelopen week had ik een redelijk interessant inzicht in het woord zeemeermin. Namelijk dat in het Engels heb je het woord mermaid. En in Nederlands heb je tevens het woord meermin. Oftewel, in het Nederlands maken wij onderscheid tussen een zeemeermin en een normale meermin die waarschijnlijk in meren zit. Een beetje zoals die wezens in Harry Potter. Best wel interessant dat daar dus geen onderscheid in wordt gemaakt. Toen wees Billy mij op een ander dingetje, dat in het Engels heb je een heel handig woord voor broers en zussen tegelijkertijd, namelijk siblings. En dat wij dat woord in het Nederlands eigenlijk niet echt hebben. Wij moeten altijd vragen, heb jij broers en zussen? Terwijl in het Engels kun je vragen, you got any siblings? Dat vind ik eigenlijk wel een heel stukje makkelijker. En siblings is ook leeftijdsloos. Weet je, wij hebben het over broertjes en broers. Siblings is meteen gewoon de hele groep. Broers, broertjes, zussen en zusjes. Allemaal in één woord. Ik zou voorstellen we daar een Nederlands woord voor pakken. Ik zat zelf te denken aan bussen. Kut. Klap tegen mijn kop gehad. Doorrennen, meneer de kat. Zit er überhaupt iets achter ons aan eigenlijk? Het is een hele zakelijke kat met een pak aan. Ik weet niet of er een politieagent achter ons aan zit. Wat is dit, belastingfraude of zo? Oké, ik moet zeggen dat deze game misschien wel van alles tot nu toe de beste rivaal is voor Subway Surfers samen met Temple Run. Ik vind met Temple Run gewoon de hele vormgeving heel leuk. Een beetje die avontuurlijke vibe. Dit ziet er allemaal nog net iets kinderachtiger uit. Toch een beetje weer het hele idee van Fortnite. Gewoon heel veel kleur toevoegen. Daar houden kinderen gewoon van. Kinderen willen gewoon maximale hoeveelheid kleuren ofzo. Ik weet niet precies wat dat is. Gaan ze gewoon lekker op. Zo'n game in het zwart-wit zou toch net iets minder succesvol zijn. Wel ga je dat ze zo van die borden hebben waar je dus en een kant moet kiezen en moet sliden. Misschien kon er bij Subway Surfers ook wel. Maar dan moet je gewoon heel lang niet doodgaan. Wat ik niet echt lekker vol kan houden. Voor dat is wel grappig om te zien dat die auto's iedere keer met hun knipperlichten zo gaan knipperen als je dichtbij komt. Remmen gaat ze een beetje te ver. Ze zijn al op snelheid, weet je. Ik wil je liever niet aanrijden. Dus ik ga maar gewoon een klein beetje met mijn lampen signaleren. Nee, snap ik wel. Ik heb wel het idee dat bij deze game de gameplay daadwerkelijk een klein beetje soepel gaat. Dat is best wel bijzonder ofzo. Dat heb je tot nu toe nog niet echt gezien in deze video. Ik heb best wel vaak dat ik in een soort Wikipedia-hol beland. Dat je op een rare pagina terechtkomt en dat je maar door blijft lezen. Ik had het afgelopen week met het concept pika. Pika is het eten van niet-eetbare dingen. Dat kunnen dingen zijn zoals verfschilfers die bij een oud huis van de muur afbladeren. Maar ook dingen die niet rauw gegeten dienen te worden. Zoals rauwe aardappelen of het grootschalig consumeren van rauwe eieren. Ook echt dingen zoals potgrond. Hout. Het was vooral interessant om te lezen waarom. Wat is nou een beetje de wetenschappelijke verklaring hiervoor? In sommige gevallen is het een daadwerkelijk tekort aan grondstof. Ik weet nog toen ik vroeger een keer de hond van mijn tante uitliet.
En die hond, die had gepoept. En meteen nadat hij gepoept had, had hij zijn eigen poep opgegeten. Ik vond dat toen super grappig. Mijn tante kon daar niet om lachen. Bro, op het moment dat de hond zijn eigen poep op gaat eten, moet je de hond tegenhouden van het eten van zijn eigen poep. Ja, wist ik veel. Ik was 8 of zo. Ook de eerste keer dat ik in mijn eentje een hond uitliep, begint hij meteen zijn eigen kak op te eten. Nee, bij heel veel dieren is het vaak, en waarschijnlijk bij mensen dus ook, is het idee, een soort tekort aan bepaalde mineralen, waardoor je lichaam dus gaat proberen die mineralen uit hele andere vormen van voeding te halen. Ik kan me voorstellen dat er best wat ijzer in potgrond zit, bijvoorbeeld. Heel vaak is het ook gewoon een soort ontwikkelingsstoornis. Ze weten er vrij weinig van af. Het is ook meestal wel zo dat mensen die dit eetgedrag vertonen wel gewoon normaal eten voor de rest. Dus niet dat ze per se een afkeer hebben voor voeding in het algemeen of zo. Het is gewoon iets redelijk lijps om over te lezen. En vroeger was het wel een heel stuk gevaarlijker, aangezien vroeger had je nog heel vaak dat er lood in bepaalde verfsoorten zat. En vooral heel veel kinderen had je toen vroeger die aten dan verf. Wat ik ergens nog wel snap, aangezien kinderen eten graag kleurrijke dingen. Dus als er rode verf van een muur afblakert in een soort vlokken, snap ik ergens wel dat je die in je mond wilt stoppen. Ja toch, waarom ook niet? Het is rood, ziet er lekker uit. Ben je net zo'n zeep in je mond stoppen? Dat kan ik alleen maar goedkeuren. We gaan door naar de volgende game. Ah, het is zo fijn om weer terug te zijn. Wat heb ik de normale Subway servers gemist. Ik bedacht me net, ik heb eigenlijk nog best wel wat persoonlijke verhalen om te vertellen. Hoe was mijn middelbare schoolreunie? Hoe was mijn vakantie? Ik heb de afgelopen tijd niet heel veel XL gameplays gemaakt. Komt ook deels door de vakantie. Vorige week was het gewoon één grote chaos. Ik wilde eigenlijk de meeste dingen die ik deze week verteld heb qua feitjes vorige week al vertellen. Ik had alles al helemaal netjes klaarstaan. Het enige wat ik nog hoef te doen was de game spelen. Het idee was, ik speel een mobiele game, Cut the Rope. Echt zo'n mobiele game die heel veel mensen vroeger gespeeld hebben. En ik niet. Ik had nog nooit Cut the Rope gespeeld. Denk leuk, beetje makkelijke puzzelgame. Dan kan ik gewoon een beetje feitjes vertellen. Het is me zo vies tegengevallen hoe moeilijk ik Cut the Rope vond. Tenminste, in combinatie met tegelijkertijd praten. Het is een soort gevoel wat je een beetje moet ontwikkelen. Van oké, als het balletje naar links gaat, moet je het rechter touwtje doorknippen. In principe is Cut the Rope echt wel te doen als je gewoon de game speelt. Maar het is best wel een moeilijke game om te multitasken. Dus had ik geswitcht naar, ken je dat, Unblock Me? Ook zo'n mobiele game van vroeger. Dan moet je een beetje blokken schuiven om één rood blok te unlocken. Ik denk, weet je wat, doe ik dat? Ik kon niet echt de officiële versie van op de PC vinden, maar wel gewoon ja, een heleboel namaak. Ik denk, weet je wat, doen we dat? Ik begin bij de beginner levels, weet je wel. Lekker makkelijk scoren. Ik kan een beetje lekker uitleggen en zo. Maar echt gewoon die makkelijke levels lukte gewoon al niet. Ik had gewoon zoveel moeite met een game vinden waar ik gewoon goed tegelijkertijd en kan praten en een beetje de feitjes kon vertellen. En toen op een gegeven moment ben ik dus uitgekomen bij Subway Surfers. Maar zoals je ziet, deze video heeft best wel wat tijd ingezeten. Vooral het vinden van al die crappy versies. Ik zal je vertellen, ik heb net echt een half uur lang gezocht naar een porno versie van deze game. Ik ben er 100% zeker van. Het moet wel bestaan. Een soort regel 34. Als het bestaat, moet er ook een soort, ja, erotische versie van zijn. Je kan wel een discussie tegen op het internet met welk personage van Subway Surfers zou jij het graag willen neuken? Wat is dit voor discussie? Lang leven Reddit en het vrije woord van het internet, maar dit was niet per se nodig. Ik heb de discussie ook niet gelezen, dus ik weet ook niet per se welk personage van Subway Surfers mensen het graag zouden willen neuken. Ik denk dat ik het zelf wel weet. De politieagent, laten we eerlijk zijn. Of toch, een van de treinen. Maar ik weet zeker, er moet sowieso een soort pornversie zijn van Subway Surfers. Waar je in ieder geval een naakt personage bent die piemels ontwijkt of zo, weet ik veel. Ik heb geen idee hoe het er precies uitziet, maar het moet bestaan. En als het nog niet bestaat, zou ik het maar heel snel gaan maken. Want er valt sowieso flink veel geld mee te verdienen. Daar ben ik redelijk zeker van. Moet wel zeggen, dus denk tot nu toe van alle potjes, misschien wel het langste potje Subway Surfers, zonder dat de grote dood om de hoek is komen kijken. Ik zag ook een YouTube video met nog, ja, ik wou net zeggen, je moet het niet vervloeken. We kunnen nog even door. Ja, ik moet nog wat vertellen over mijn vakantie. Wat ik vooral heel erg tof vond naar de vakantie, dat ik veel geleerd heb over het eiland waar ik dus zat. Ik zat op Sakintos, dat is een Grieks eiland. En ik wilde eigenlijk voornamelijk een beetje die mooie Griekse architectuur. Ja, ik drukte gewoon op springen, maar voor mij, omdat hij net uit die sprong komt, is het een timing dingetje. Ik kan beter naar links kunnen gaan, denk ik, maar ja, fuck. Doe gewoon nog even een nieuw potje. Ik had me niet heel erg ingelezen op het eiland. Maar ik dacht, ja, Griekenland, Griekse eiland, heel veel cultuur, tempels, weet je al die shit, oude bouwstijl en zo. Probleem is dat in 1953 is het hele eiland waar ik was vernietigd door een aardbeving.
Dus de complete bouwstijl was vrij weinig Grieks aan. Het land was nog heel lang ook onder controle van de Italianen. Dus de meeste huizen die je ziet zijn meer een beetje, nou, een beetje Venetië-stijltje. In ieder geval niet heel erg Grieks. Dat blauwe witte, dan kun je toch beter naar Mykonos of zo. Dus dat was een beetje jammer. Voor de rest, best cool aan het eiland. Ze hebben daar 1,8 miljoen olijfbomen. Vond ik best wel ziek. Wat wel geinig is, dat hele eiland draait zo'n beetje op toerisme. Ze hebben geloof ik iets van 45.000 inwoners. Dus besef eventjes, de olijfboom-inwonerverhouding is echt bizar. Wat dus het ding is, dat hele eiland draait zo'n beetje op toerisme. Maar een groot deel van het jaar is er niet echt toerisme. En bijna iedereen op het eiland is dan of werkloos met een uitkering, let's go. Ben je net zoals alle Grieken altijd, geloof ik. Of ze helpen met het oogsten van de olijven, aangezien wat ik net zei. Per inwoner heb je gewoon iets van 30 olijfbomen of zo. Dan gaan ze met z'n allen samen een beetje die olijven lopen te oogsten. Ze hebben daar ook 20 olijfoliefabrieken op dat eiland. Voor een eiland met 45.000 inwoners is dat niet verkeerd. Ik weet niet of we in Nederland überhaupt 1 olijfoliefabriek hebben. Nee, je moet het eiland een beetje zien als een groter Texel of zo. Met een hele hoop olijfbomen en een hoop werkloosheid. Ik was daar in principe heen gegaan met het idee van, nou, je hebt net die subbaton gehad. Dat was gewoon net heel kut. Die grote springschoenen zijn helemaal niet handig, joh. Ik heb net een subbaton gehad. Ik denk, ik wil gewoon echt even een paar dagen relaxen. Ik boek zo'n all-inclusive resort. Kan ik gewoon even een paar dagen helemaal niks doen. En gewoon een beetje lopen vreten en een beetje lopen zuipen. Ding was alleen dat, ja, ik vond alleen maar niks doen. Dat ik zoiets van, dan ben ik niet in Griekenland geweest of zo. Het weer was ook niet heel mooi. De eerste dag dat we er waren, was gewoon een beetje grauw. Lag ik daar aan het strand. Ik denk van, ja, wat moet ik hier nou mee of zo? Dus redelijk gauw gingen we al activiteiten boeken. En in de app stond dan, ja, activiteit duurt 4 tot 8 uur. Dan denk ik, nou top, dan gaan we 9 uur 's morgens weg, komen ergens in de middag terug. Kunnen we dan lekker relaxen. Bleek toch, jammer genoeg, dat 4 tot 8 uur uitkwam op standaard 8 uur. Dus uiteindelijk heb ik verrassend weinig in een bedje aan het strand een beetje cocktails kunnen drinken. Mijn plan was om heel veel boeken te gaan lezen. Totaal niet aan toegekomen. De laatste dag ben ik toen begonnen aan 1984. In toch een soort wanhoop van, maar nee, ik ging boeken lezen. Ik moest boeken lezen. Heb ik in 1 dag het halve boek uitgelezen. En behalve dat niet heel veel progressie gemaakt. Maar ik heb een mooie tijd gehad, mooie tijd gehad. Ik kan me ook niet voorstellen dat je heel veel neuks geeft om mijn vakantieavonturen. Ik zei op een gegeven moment nog iets. Mijn vriendin lief een beetje boos op, maar ik bedoelde het anders. Ik zei op een gegeven moment tegen haar dat ik een beetje baalde dat ik mijn vlogcamera niet heb meegenomen. En zij had zoiets van, je bent echt werkverslaafd dat je dit wil vloggen. Je was hier juist om een paar dagen te detoxen van je werk. Zeker waar. Het is meer, zeg maar, dat ik vind het altijd super tof dat ik die vlog zelf ook een beetje terug kan kijken. Uiteindelijk is een vlog een soort videodagboek. Ik heb bijvoorbeeld met mijn vakantie in Oostenrijk van vorig jaar, dat als ik iemand wil uitleggen van, yo, ik heb deze vakantie gedaan, is het heel makkelijk om gewoon de video erbij te pakken. Uiteindelijk maken we heel vaak foto's voor herinneringen, maar een vlog spreekt eigenlijk, ja, voor duizenden foto's, toch? Dus eigenlijk had ik wel gewoon een vlog willen maken van mijn vakantie, puur en alleen al zodat ik hem zelf terug kon zien. Ja, als je dan toch een mooie vlog gaat maken, kun je hem net zo goed online zetten, maar ja, aan de andere kant, ik had er van tevoren over nagedacht dat ik wil het juist niet doen. Want mijn plan was, ik ga een paar dagen lang niks doen en een beetje aan het strand liggen en bediend worden. En dan krijg je een soort geo-vlog met, hey jongens, jullie zijn net allemaal terug van jullie, ja, brugklas Frans of zo. Kleine koterkinderen hier. Ik ben lekker op vakantie. Fuck jullie. Een beetje die vibe, toch? Alleen maar laten zien hoe luxe jouw leventje wel niet is. Terwijl andere mensen gewoon terugkomen van hun werk. Het is ook niet echt per se de vibe die ik wilde hebben. Dus in dat opzicht misschien beter dat ik geen vlog heb gedaan. Alhoewel, de luxe viel wel mee. Het buffet was ergens wel een beetje pauper. De cocktails waren, ik zou bijna zeggen, bewust niet heel lekker. Aangezien ik heb thuis nu een beetje lopen experimenteren met cocktails maken. Ik zou toch willen zeggen dat die lekkerder zijn tot nu toe. Voor de rest, over cocktails gesproken. Voor mij zijn mensen heel benieuwd hoe het er nu toe gaat op mijn werk. Ik heb dus gesolliciteerd om, ik had nog even naar links moeten. Ik had gesolliciteerd om te werken bij een cocktailbar. Voornamelijk omdat, wat ik meestal zeg, het livestreamen is heel tof. En het is ergens natuurlijk een heel sociaal iets dat ik vaak gewoon 1000 kijkers heb op zo'n livestream. Aan de andere kant, het is toch een beetje eenzaam als jij aan het livestreamen bent vanaf je zolderkamertje in je eentje. Dus ik ben een beetje begonnen met, ja, proberen te werken in zo'n cocktailbarretje. Toch een beetje om een soort, ja, extra sociaal contact te hebben. En dan vooral met vreemden of zo. Ik ben nu een paar keer op van die cons geweest, weet je wel. Ja, vooral die dingen koppen mij toch echt wel het hardst. Een tijdje geleden, ja, ik kan niet gewoon weg. Waarom zit er zo'n fucking timer? Een tijdje geleden was ik op Made in Asia. En ik was op, wat was het andere beurs ook alweer? Comic-Con. Ik merkte dat ik het daar gewoon heel leuk vond. Om gewoon een beetje met mensen te kletsen of zo. Ja, dat mis ik dan blijkbaar ook gewoon een beetje. En dan is het bij dat soort dingen wel een beetje vals spelen. Aangezien, als je contact hebt met vreemden, dan moet je helemaal op iemand aflopen en zeggen, hey, een beetje praten.
Terwijl als ik daar sta, dan komen mensen toch vaker naar me toe van hey, ik vind je video's of je streams leuk of zo. Dus eigenlijk is het een beetje vals spelen op sociaal contact, aangezien mensen bieden zich gewoon aan om een beetje een gesprekje met je te hebben. Maar ik merk dat daar gewoon heel goed op gaan. Ik merk dat ik toch net iets te eenzaam een zolder gamer ben, omdat ik gewoon een beetje sociaal contact wel fijn vind ofzo. En om die reden wil ik dus bij de cocktailbar gaan werken. Dus ik had gesolliciteerd, wel een beetje in de mail gezet. Yo, ten eerste, ik heb nul horecaervaring. Ten tweede, ik wil maar één dag in de week werken. Niet echt per se iets waar je in hebt. En toen heb ik een soort sollicitatiegesprek gehad. En die gozer zei van, ja kijk, als hier normaal gesproken iemand kwam die één dag in de week kon werken, had ik gezegd, bro, ik krijg de tering. Dit is alleen maar onhandig in mijn planning. Maar ik heb vroeger een bedrijf gehad waar we ook een beetje videoproducties deden. En ik mis dat wel een beetje. Dus toen ben ik ook een beetje aangenomen met het idee van, nou, misschien kan jij wat dingen doen voor onze Instagram, dat wat leuke filmpjes maken, dat jij als charmante barman wat cocktails maakt die naar de camera toeschuift, dat er een mooi in beeld komt. Kom bij ons cocktails drinken, een beetje zoiets. En ze hebben dus in het algemeen gewoon een beetje dat de woensdagavond, maandag en dinsdag zijn ze sowieso dicht, is vaak gewoon rustig. Had zoiets van, yo, misschien kan jij gewoon dingen organiseren dan. Misschien kan jij een beetje jouw publiek die kant op trekken. Dus uiteindelijk is het ook gewoon een beetje what's in it for me. Dat ik een beetje op mensen die kant op trek. Maar het idee is dat ik bijvoorbeeld zeg, nou, ik doe binnenkort woensdagavond doe ik bingo. En dan, ja, misschien dat sommige van jullie dan een beetje willen komen bingo. Ik maak de cocktails wel. Het is een beetje een aparte setup, maar ik krijg dan een beetje zo'n artistieke vrijheid om er gewoon wat te verzinnen in een poging meer mensen die kant op te krijgen. De eerste werkdag was, ja, in principe een beetje een anticlimax, aangezien ik daar ging werken in de veronderstelling dat ik daar cocktails ging maken toen ik daar kwam. Zei mijn collega van, oh, je gaat vandaag gewoon tafels bedienen. Ik zei, oh, ik dacht dat ik cocktails ging maken. Zij zei, oh nee, ik dacht dat jij gewoon voor altijd hier een beetje tafels ging doen. Ik denk, oh, nee, het plan was wel in principe, ik ging wel bij een cocktail werken, omdat ik dan ook cocktails kon maken. Ik vond het wel een dubbel perk en sociaal contact en heel goed worden in cocktails maken. Dus de eerste werkdag viel in dat opzicht een beetje tegen. Aan de andere kant, zodra ik eigenlijk bij de eerste tafel stond en gewoon een beetje met vreemden een beetje praatje aan het maken was, had ik wel echt meteen zo'n gevoel van, jeetje, dit is echt precies wat ik miste ofzo. Het was een heel fijn gevoel, een beetje bevestigend van, hey, ik heb dit gedaan omdat ik iets mis. Godverdomme, ik ben best zo slecht hierin. Ik heb het gedaan omdat ik iets mis. En dat was heel duidelijk een goede keuze. Want het voelde meteen een beetje alsof het gat wat ik juist een beetje had in mijn ziel, dat het meteen werd opgevuld. Dus dat op zich was het wel goed. En ja, ik ga nog even flink onderhandelen. In de toekomst wil ik zeker wel cocktails gaan maken. Anders dan ga ik weg. Dan ga ik naar de buren. Dat is overigens dezelfde eigenaar, dus dat schiet niet heel erg op. Nu moet ik zeggen dat het is deze week alweer een klein beetje in de soep gelopen. Mijn eerste werkdag eindigde na 2 uurtjes al, want het was gewoon puur een beetje het idee dat ik ingewerkt zou worden. Het was super rustig en we waren er met z'n drieën qua personeel. Terwijl we hadden 5 man klanten, dus ja, het is ook gewoon duur om mij daar te hebben. Dus ze zeiden op een gegeven moment, yo Rick, rob maar op naar huis ofzo, we geloven het wel. En ze zeiden, yo, voor de volgende keer werken. Jezus gast, dat was gewoon net iets te vroeg geslide. Het kan gebeuren. Het overkomt de beste van ons, het overkomt mij. Ja, toch, allerlaatste potje dit. Allerlaatste potje. En dan is de video in één keer zo bam af. Ik ga niet eens doei zeggen. Doe nu alvast maar je duimpje omhoog. Als ik zo meteen ergens tegen aanknal met mijn hasses, dan is het klaar. In ieder geval, na mijn eerste werkdag, zei mijn collega tegen mij van, hey, wij appen jou wel wanneer je weer moet komen. Denk prima, een beetje een soort bel ons niet, wij bellen jou. Als ze me willen ontslaan, kunnen ze nu gewoon nooit meer appen, dan is het ook gewoon klaar, weet je wel. Tegelijkertijd heb ik met de baas besproken, de 21ste hadden ze Drag Queen Bingo. Ja, dat is precies wat je denkt dat het is. We hebben ze een soort normale versie en een schunnige versie. Ik ga er ook al bijna een beetje vanuit dat je de prijs zijn voornamelijk dingen zoals hele grote dildo's. Het is gewoon een beetje een bewust seksueel tintje of zo. Leuk. Het was een soort Alkmaar Pride dingetje. Het leek mij super leuk om dan een keer te gaan werken en de stream mee te nemen. Streamtas gaat dan gewoon lekker in de hoek. Ik ga er niet heel erg naar omkijken. Het lijkt me in principe wel geinig. Kunnen mensen een beetje meekijken hoe het eraan toe gaat bij mijn werk, aangezien mensen altijd zo benieuwd ernaar zijn. Aan de andere kant was de schunnige versie Drag Queen Bingo. Voor hetzelfde geld haalt een of andere drag queen opeens de pik tevoorschijn. En dan heb ik het weer gedaan. Ben ik in één keer verbannen van Twitch. Het plan was niet per se dat ik heel erg aandacht ging hebben naar de stream. Gewoon tas in de hoek gooien, bla 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 bla. Maar het leek me sowieso leuk om die dag te werken. De dag dat ik gewerkt had, was het gewoon nog heel rustig. Ik moest er even een drukke dag in werken. Dus de 21ste was het idee dat ik zou werken. Aan de andere kant, ik heb nooit meer telefonisch contact gehad. Ze zeiden in principe, als we weer moeten werken, dan appen we jou, weet je wel. Mijn allereerste, eigenlijk eerste werkdag, werkdag 0, kwam ik daar. Had ik met de baas mondeling afgesproken dat ik er zou zijn. Hij was vergeten door te geven aan andere personeel. Was ik niet ingeroosterd, kon ik weer naar huis. Dat was eigenlijk mijn eerste werkdag. Dus deze keer had ik weer een afspraak met de baas, maar voor de rest van mijn collega's niks gehoord. Dus op een gegeven moment is het vrijdag. Ik heb zaterdag mijn reunie. Ik kijk in mijn agenda. Ik denk, kutzooi. Morgen is de 21ste. Morgen is Drag Queen Bingo. Moet ik nou werken of niet? Want ik heb niet per se zin om mijn middelbare schoolreunie te missen.
Aan de andere kant, mijn tweede werkdag. We hebben al zo vaak lopen schuiven en verplaatsen. Dit laat ergens wel zien dat het gewoon niet gaat werken met mij eigenlijk qua planning. Omdat ik zo'n sloddervossie ben. Aan de andere kant had ik wel zoiets. Ik zou ook even kunnen zeggen, hey Rick, je moet zaterdag komen werken zo en zo laat. Want ik had nog niet eens een tijd. Dus ik app vrijdag in de avond van, joh, moet nou morgen eigenlijk werken? Toen was de conclusie, ja, sorry dat we het vergeten zijn te zeggen. Je moet inderdaad werken. Ik zo, kan het niet een andere keer? Heel lang geen antwoord gehad. En toen was het zo van, ik app je morgen wel. Wat klinkt als, is goed. En daar zijn we eigenlijk gebleven. Dus ik weet niet of je nog een keer een cocktail wil komen drinken daar, maar je moet misschien snel zijn. Ik wil er oprecht heel graag werken, maar of ze mij ook echt willen hebben, dat wordt allemaal nog een klein beetje spannend, vrees ik. Maar het is in ieder geval een leuk avontuur. En als dat niet werkt, dan ga ik wel vrijwilligerswerk doen of zo. Misschien is het daar iets minder erg als je last minute niet komt opdagen. Nee, natuurlijk, als ik op een gegeven moment ingewerkt ben en dat werk iemand vervang, is het iets erger als ik er niet ben. Nu loop ik meer in de weg dan dat je wat aan me hebt, aangezien ik om de paar seconden wat aan het vragen ben. Dus in dat opzicht. Hey jongens, dankjewel voor het kijken. Duimpjes omhoog en tot de volgende. Dankjewel. Doei.